Dat is nou. Peperstoppie. Kijk dan. En die... Gaat ie? Ah. Ik heb niet meer, hè? Wat dat pakken? Ik ga het schappen doen. Ik heb een lekker. Echt klein. Kijk hem lopen dan. Goedemorgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers en jullie zien het goed. Het is vandaag weer tijd om naar school te gaan. Niet voor deze kleine man, die gaat nog niet naar school natuurlijk. Maar die andere drie, die gaan vandaag wel naar school. We zijn vandaag alweer vroeg uit de veren. Even wat anders dan de vakantie. Maar ook alweer lekker om in het ritme te komen. En hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Zijn jullie alweer vroeg voor de partij? We hebben een half uurtje gesnoest. Die jongens eraf hier. Half zeven stonden terecht naast ons bed. Ja, precies. Ja. Maar nu al zullen die hoor, ik al trippen op de gang. Jullie waren al eerder wakker dan papa en mama jongens. Hoe kan dat nou? Was dat wel enthousiasme? De wekker ging. Ja, de wekker ging. Kijk, ze zijn al zelf hun schoolspullen aan het inpakken. Dat kunnen ze helemaal zelf. Ik heb kiwi met appel en brood met chocopasta. Met chocopasta. Die gaat papa even voor jou smeren. Nou, lekker. En Luxie ook. Kijk, Luxie heeft hier ook lekker een pakje. En twee bekers mee. Met appeltje. En Luan die pakt nog wat uit de kast. Uit de koelkast. Nou jongens, hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Ja, echt waar? Ik heb zin in. Waarom heb je er zoveel zin in dan? Ik weet niet, ik heb er gewoon zin in. Zie je vriendinnen weer? Ja, zijn vriendinnen zie ik weer. Een nieuwe juf. Ja, in een nieuwe juf. Dat is ook wel heel spannend. En een nieuwe klas. Want Lucilla die gaat naar groep 4. En Luxie gaat naar? Vlinderklas. De vlinderklas, groep 1. De grote groep 1 noemen we het. En Luan gaat naar groep? 6. Luan gaat naar groep 6. Ja. Nou, ik denk ik ga het ook even... Je wil ook wat vertellen. Wat wilde je vertellen dan? Hij was aan het kletsen, maar wil je ook mee? Wil jij ook mee? Mama! Hij wil ook zo'n mooie broodtrommel, zien jullie dat? Ja, mama. Nou, ja. Oh, goed zo schatje, heb je nog een appeltje erin gedaan? Lucilla, broodtrommel is helemaal gevuld. Toppie, Sil. Nou. Nu is het dicht. Ja. En het klipje dicht. Ja, een klipje dicht. Toppie. Ja. Nou, doe maar in je tas. We hebben het in je tas. Ja, dat is. Hoppakee, kijk eens. Helemaal goed. Ik heb ook een vakje voor wat gaan we ontdekken. Ja? Oké. Ik wil even vertellen, wat vertelde je net van die andere zes? Over die lesje. Oh, kijk. Luxie mag mijn oude tas. Dat is heel lief van jou. Die had je aan Luxie gegeven, hè? Ja. Ja, we zochten weer de schooltassen. En toen kwamen we die tas tegen. En wat zei Luxie toen? Ik wil die. Die vind ik mooi. Een glittertas. Dat is de tas van Lucilla geweest. Maar dan nou, maar nog. Jij die hebben. Maar de zit er nog dicht. Ja, ja, doen we de rest even open. Dan gaan we jouw beker er even en in doen. En dan kan je hier ook iets in. Daar kan je ook iets in doen. Ja, kan je iets in je voorvakje doen. Ja, tas open doen. Oh, je mag. En dan, ja. Ja, deze hangt er nog aan. Nog van Lucilla. Die had het er ook aan hangen. Nou, je beker mag je erin doen. Deze beker mag je erin doen. Papa die smeert nog even jouw appelstroopje. Die mag je er ook zo in doen. En de tas van Luan, die ligt hier. Kijk eens jongen. Jouw schooltas, alsjeblieft. De appelstroopjes van Luxie erin. Dekseltje erop. Mijn deksel. Ja, daar is de deksel. Goed zo, liefie. Nou, peken van Luan erin. Zit hij goed dicht? Check, check, double check. Jij hebt niet schoenen. Mama? Hé, je broodtrommel. Ja, zit het er allemaal in? Ja. Is het toppie? Met je mooie glittertas, hè? Ah, Luxie. Luxie helemaal trots. Je hebt er zin in, hè, liefie? Ja, kijk dan. Meneer eet gewoon zo een appeltje. Hé, hey, krijg je zo een appel in de hand en hoppa. Maar is die van de boom? Ik weet niet, hebben jullie die van de boom geplukt? Ja. Ja? Ja, dan is die van de boom. Die lag hier in de fruitschaal. We hebben ook nog gewoon zo appeltjes hoor. Maar goed, hij vond dat appeltje lekker. Nou, even lekker ontbijten.
En dan gaan we ook nog zo even een schoolfoto maken. Nou ja, een schoolfoto. Zoals jullie wellicht weten, maak ik eigenlijk altijd ieder jaar als ze weer naar school gaan, nog even een foto van hoe ze nu weer naar school gaan, het nieuwe schooljaar. Dat doe ik eigenlijk ieder jaar. Zo zie je ze ook een beetje opgroeien, zeg maar. Dat ze ieder jaar weer met hun schooltasjes voor de deur staan om naar school te gaan. Zo schattig. Dus dat gaan we zo meteen nog weer even doen. We hebben nog even lekker de tijd voor. En dan gaan we lekker op de fiets naar school. Luan heeft natuurlijk zijn nieuwe fiets. Maar we gaan met z'n allen met de fiets om Luan, Cilla en Luxie weg te brengen. Altijd wel leuk, de eerste schooldag, om dat even met z'n allen te doen. Normaal gesproken ga ik niet altijd mee met Lucius, want hij doet ook zo meteen weer zijn slaapje. Hopen dat dat ritme ook weer een beetje opgepakt wordt. Zijn slaapjes. Die werden in de vakantie een beetje naar voren geschoven, zeg maar. Waardoor hij s'avonds weer veel later sliep dan normaal. Dus normaal gesproken ging hij rond 9 uur een slaapje doen. Maar in de vakantie was het wel eens dat hij pas om 10:30 of zo een slaapje ging doen. En dan was hij s'avonds, werd hij dus, was hij nog niet moe. Nou ja, lang verhaal. Maakt niet uit. Oké, we gaan even lekker ontbijten. En dan gaan we de fietsen pakken. Want Lucilla en Luan gaan ook met de fiets. Ja. En Luxie en Lucius gaan mijn mama achterop. En papa pakt weer een mountainbike, denk ik. Dan is hij lekker vlug. Oh. En dan gaan we met z'n allen vandaag weer de kinderen wegbrengen naar school. Nou, eet smakelijk. Nou, ondertussen zijn we buiten aangekomen. Zie Lucius. Hey Lucius, wil jij ook op de fiets? Ja. Kijk hem dan stappen. Gaat hij gewoon. Dat is toch net mini-me als je dat zo ziet lopen, hey Lu. Dat lijkt toch op jou? Kijk, dat vingertje dan. Hey, vingertje dan. Oh, boep. Oh, boep. Gaat hij? Gaat hij verder met de kruis. Ja? Ach, jongen. Nee, hij wil naar die fiets. Hij wil ook op een fiets. Kijk, ach, kijk dan, wie komt daar aan? Luxie op de fiets. Ach, liefie, wil je ook met je fiets? Nee? En Lucilla, die heeft het mandje van Luan voorop. Super handig, kan ze mooi de tas ook in doen. Heel mooi. En Luan, ja, die wilde geen bagagedrager. Dat hadden we nog gezegd in de winkel. Van, jongen, je hebt dan geen bagagedrager. Hè? Maar Luan zei, ik wil geen bagagedrager, want ik vind die fiets zo mooi. Nou, dan heeft hij zijn tas erachterop. Maar gelukkig heb je nog niet heel veel huiswerk of zo. Dus dat scheelt. Maar moet je eens kijken waar die heen kruipt. Hé, wil jij ook een fiets? Kijk dan, hij wil ook een fiets. Waar ga je nou naartoe, jongen? Hé, waar ga je nou naartoe? Hij denkt, waar is mijn fiets dan? Kijk, hier is jouw fiets. Ga je ook even in jouw fiets, schatje? Ja, dat wou hij even. Ook een rondje op de fietsen, jongen. Dan hoort hij helemaal bij, hoor. Ja. Nou jongens, ze zitten alle drie op de fiets. Luan heeft een grote fiets. Lucilla die fiets. En Luxie die fiets. Alleen Liefie, met die fiets kan je niet over de openbare weg fietsen. Nee, hè? Dus we gaan nog oefenen voor jou met de zijwieltjes. En als je dan zonder zijwieltjes goed kan fietsen, we hebben goed geoefend, mag je ook op je eigen fiets. Goed? Ja, nou mag je nog maar lekker bij mama achterop. Goed, ja. Liefie is bij jou achterop. Nou, dan gaan we jouw fiets even omruilen voor de fiets van mama. Lucius, die wou er ook bij, hè? Oh, ja, dat is ook wel leuk. Ja, nou, die gaat, ja. Nou, maak maar zo nog een foto. 1, 2, 3, kusjes! Ah, en ondertussen zijn we er hier helemaal klaar voor. Maar ja, opa en oma, die zijn er ook nog. Die nemen nog heel even afscheid, want opa en oma, die gaan ook lekker op vakantie. Hun vakantie begint. Kijk, opa. Die hebben eigenlijk altijd vakantie. Ze zijn pensionada's, zeggen we dan, hè? Die kunnen gaan en staan waar ze willen. Hm? Nou, geef ze nog een dikke knuffel. Hm? Dan gaan wij zo op de fiets. Ja. Maar dankjewel voor de gezellige tijd. En een fijne vakantie met elkaar. Ach, Lixie. Ah. Ja. Ja. Ach, ja, leuk. Nou jongens, op de fiets. Veel plezier, hè? Op naar school. En wie wil ook al een knuffeltje van opa en oma? Hoe is Limpip? Nu was ze laag. Kijk eens, hoe is Limpip? Zeg maar, hoe is Limpip? Ja, die wil ook een knuffeltje. Oh, Pipje. Een woezeltje. Nou, wij gaan op de fiets naar school. Nou, kijk, Lusje is een leuke fiets. Maar Lusje, jij gaat dan alleen met mama op, hoor. Ja, nou, papa gaat op de motorbike. Maar Lu, we hebben geen bagagedragers. En ik heb geen kinderzitjes op deze fiets. Maar ze zegt, doe een jas aan, maar ik sla ik fiets zo hard op deze fiets. Kijk, het is wel warm zonder jas, hè?
Nou, zullen we openen over? Van de flat, zie je dat? Ja, mooi hè? Die hebben al 11 jaar. Hebben nu al een stille ook op gezeten. Ja, die doet het nog steeds goed hoor. Nee, wie het oude niet eert, is het nieuwe niet weer. Ja, voor de verjaardag. Hè? Voor de verjaardag. Ik had deze museum toch? Zo. Mama heeft al een sjaaltje. Hey, daar staat Lu al dan, Luxie. En Lucilla staat voor op het stuur. Ja, dat werkt voor Luxie en Lucie. Is ook een hartstikke goed. Mama en de jongen, zeg maar. Tot straks! Van leren, hè? Doeg! Wij zijn weer thuis van de kinderen naar school brengen. Het was heel erg leuk in de klas weer even te mogen kijken waar ze zitten. Wat voor juffrouw of meester ze dit jaar hebben. Ze hebben natuurlijk ook een ander klaslokaal omdat ze nu weer in een volgende groep zitten. Luan die zit dus in groep 6. Misschien dat er vragen zijn van hoezo zit hij in groep 7 aangezien hij al 10 jaar is. Ik denk, de meeste van ons weten dat wel. Maar omdat Luan in augustus is geboren is hij toen hij 4 jaar werd meteen na de zomervakantie in groep 1 gekomen. En heeft hij 1 jaar groep 1 gedaan en daarna in groep 2 2 keer groep 2 gedaan. Omdat hij toch nog even wat langer kon kleuteren, kon spelen. Dit is anders dan met Lucilla en met Luxie, want die zijn namelijk in de winterjarig. En die doen eigenlijk 1,5 jaar groep 1 voordat ze naar groep 2 gaan. Dus die hebben eigenlijk sowieso al 1,5 jaartje langer de kleuterklas. Vandaar dat eigenlijk Luan toen 2 keer groep 2 heeft gedaan. En daar zijn we ook achteraf heel erg blij mee. Omdat hij nu ook heel erg lekker in de klas zit. Hij zit helemaal in zijn sas. De kinderen zijn, nu is hij niet de jongste van de klas. Maar een van de wat ouderen voelt voor hem ook wat fijner. En hij heeft nu gewoon helemaal zijn smaak te pakken in groep 6. Dus voor hem is dat altijd toen de tijd ook een hele goede keuze geweest. Om gewoon nog een keertje groep 2 te doen. Aangezien toen hij daar nog wat meer aan toe was. Ik denk, gooi het even een keer in de vlog. Dat weten veel volgers al wel. Maar ik denk even dat ik die vraag krijg. Voor degene die het niet weten, dat is de reden. Lucilla die zit nu dus in groep 4 en Luxie zit in groep 1. Misschien ook krijg ik daar wel vragen naar van waarom gaat Luxie niet naar groep 2. Maar omdat Luxie dus 4 jaar is, toen in de winter jarig is geweest, ging ze dus vanaf toen naar school. En dat was niet het nieuwe schooljaar, dus dan stroomt ze eigenlijk in de instroomgroep van groep 1. En het nieuwe schooljaar start ze dan gewoon in groep 1, zeg maar. En eigenlijk noemen we dat voor haar
de grote groep eens. Dat ze toch het gevoel heeft dat ze een groepje verder gaat. Ze zat eens in een rupsenklas en nu gaat ze naar de vlinderklas. Van de rups is een vlinder geworden. En dan volgend jaar in het nieuwe schooljaar gaat Luxie dus naar groep 2. En hierdoor zit Luxie dus eigenlijk anderhalf jaar in groep 1. En dat heeft Lucilla ook gehad, omdat Lucilla ook in de winterjarig is. Alleen Luan heeft dat dus niet gehad, omdat Luan in de zomerjarig is. Denk, gooi het even in de groep. Misschien een ingewikkeld verhaal, maar ik denk misschien is het toch wel een klein beetje duidelijker nu. Lucius die gaat ook binnenkort naar het kinderdagverblijf. Het is niet de peuterspeelzaal, want dat kan pas als je 2 bent. Maar we hebben toch besloten hem 2 ochtendjes eigenlijk naar de peuterspeelzaal. Of nee, naar de kinderopvang te brengen. Ook gewoon voor hem om lekker te spelen met de kindjes en het ritme te komen. Hebben we eigenlijk ook gedaan met de andere kinderen vanaf 1 jaar. Maar dat gaan jullie later zien, want het is nu nog niet deze week. Dus het komt later. Maar hij kon wel natuurlijk al even een kijkje nemen in de school. Het is allemaal hetzelfde schoolgebouw. Bij Luan en Lucilla en bij Luxie in de klas vond hij ook heel leuk. Alleen je merkte wel op het einde dat hij een beetje moe werd. Aangezien het de tijd is dat hij gaat slapen. Dus zoals jullie zien ga ik hem nu eerst even lekker op bed leggen. Want hij wrijft alweer in zijn oogjes. Hé jongen? Ja, en dan hebben Daniel en ik even... Nou, niet helemaal het rijk alleen, want opa en oma zijn er nog even. Dus gaan we zo meteen daar nog even afscheid van nemen en even doei zeggen. Die zijn nou de camper aan het inpakken en alles aan het opruimen. Want opa en oma die gaan nu zelf met de camper op vakantie. Dus die gaan gewoon lekker met z'n tweeën het land in. Lekker erop uit. Hé, jongen. Ja, nou, ik ga Lucius even op bed leggen. En zo even nog afscheid nemen van opa en oma. Maar dat zie ik dus straks. Eerst deze man even naar bed brengen. Hè? Nou, Lucius die slaapt nog lekker. We hebben net afgescheid genomen van opa en oma. Maar Daniel die zei, oh pak nog even de camera. Ik wil nog even zwaaien in de vlog. Want anders ziet de vlog het ook niet meer. Maar hij zit op de grasmaaier. Kijk, hij zit alweer in de auto. Oh. Veel plezier hè. Dag Oscar. Oh, bedankt voor de zorg. Dankjewel. Ga lekker genieten. Ze gaan lekker op vakantie. Ja, Oscar is een prinshoontje. Die mag altijd lekker voorzitten. Ja. Nou, Oscar, bij oma op schoot. Dankjewel. Nee, je hebt een plekje daar onder de tafel. Ja, in de onderbench. In de onderbench. Nou, veel plezier. Ja, ja heel veel plezier. Bedankt voor jullie bevindingen zijn. Mooie foto's sturen. Mooie fotootjes appen, hè? Bedankt voor het. Hey, en bedankt voor alles, hè. Laat me weten wanneer je weer komt stallen. Ben ik er wel tevreden. Ja. Over het is geharkt. Voor mijn vader en moeder. Doei. Houden jullie. Doei. En toen waren we echt nog maar... ja, Lucius die slaapt, maar nu zijn we lekker met z'n tweeën. Home alone. Ja, home alone. Over home alone gesproken. Nee jongens, het was hartstikke leuke vakantie gehad. En heerlijk. We hebben hopelijk volgens mij best wel... toch nog best wel goed de kinderen weten te vermaken. Ja, soms moet je dat toch wel echt doen. Er waren ook wel momenten dat we zoiets hadden van... hoe lang duurt het nog? Maar ook die dagen die zaten er bij ons natuurlijk bij. Ik hoop dat het een beetje herkenbaar is voor ouders papa, onder ons. Dat denk ik wel, hè? Ja. Maar het fijne wat ik wel vond is dat je gewoon 's ochtends lekker rustig aan kon doen. Dat vind ik echt dat de vakantie is dat een groot voordeel van. Ja. 'S ochtends is het toch altijd, ja, vanochtend waren Luan en Lucilla gewoon weer eerder wakker dan dat wij waren. Vooral wij moesten even... We gingen gisteren op tijd in. We gingen om 9:30 slapen. We gingen op tijd naar bed. We gingen echt op tijd naar bed om van de ochtend weer vroeg uit te kunnen. Dus dat was wel weer heel erg fijn. En zo voel je toch wel weer een beetje de vakantie met leuke dingetjes. Ook gewoon rondom huis. Absoluut. Lekker. En met opa en oma. We hebben echt heel veel met opa en oma ook geweest. Fijn met hun te kunnen optrekken zo. En een geweldige camping. Dat was echt superleuk. Ja, fijn. Ja, en ik ben het zwembadwater aan het bijvullen. Jacuzzi water te versen. Ja, al dat soort dingen begint weer. Bladblazen. Ja, het wordt weer een herfst jongens. Want er liggen ook hier op de grond overal eikeltjes en blaadjes. Dus Daniel die is ook gewoon weer heel erg druk met de tuin. Het onderhoud van de tuin natuurlijk. Daar heb ik voor gekozen toen we gingen wonen. Ja, vind ik niet. Nee, vind je leuk? Kijk dan waar die op gaat rijden en zo. He, dat is toch mannendingetje? Ja, jongensdroom. Is die toch leuk? Dat 25 jaar bloed, zweet en tranen. Nee, dus hij gaat zo weer even lekker verder met de tuin. Lucius die is even aan het slapen. En ik ga even wat editen. Zodat ik dat ook niet meer hoef te doen als Luan en Lucilla en Luxie straks weer thuiskomen. En we weer een beetje in het ritme terugkomen. Laat vooral ook even weten onder de video hoe jullie vakantie is geweest. Ja. Of ouders dat ook herkennen. Dat je soms van die dagen hebt dat je denkt, hoe lang duurt het nog? Terug naar de structuur en de regelmaat. Vooral terug naar de structuur. Dat is wat we heel erg missen. En wat we nu heel fijn vinden. Ook voor de kinderen.
weer op tijd naar bed. Bij ons is het toch echt 7 uur willen we echt dat we de kinderen op hun eigen slaapkamers hebben. Luan en Lucilla die mogen natuurlijk iets langer opblijven. Maar we vinden het wel fijn als ze dat gewoon doen op hun eigen kamer. Ze kunnen ze nog lekker lezen, nog een spelletje doen, nog een knutseltje doen op hun eigen kamer. Dat was gisteravond ook het geval. En dan om 7:30, 7:45 moeten ze echt dat lampje uit doen en ook gaan slapen. Ja. En Lucilla en Luxie die slapen al wel eerder. Lucie is trouwens, moet ik even trouwens wel zeggen, Lucie die slaapt in de vakantie, sliep hij pas later. Omdat zijn ochtendslaapje... Zijn ochtendslaapje, dat was bij ons eigenlijk geen ochtendslaapje meer. Omdat we dus later opstaan, was dat eigenlijk dat ochtendslaapje al geweest. Dus waardoor hij dus de ochtendslaapjes rekte uit over de dag. En waardoor hij dus eigenlijk s'avonds om 7 uur helemaal niet moe was. Je kan zien met vakantie dat je ritme altijd 2 uur verschuift. Ja, en nu dus het verschoof allemaal. En daardoor ging hij ook steeds later naar bed. Waardoor wij ook steeds later pas avonden samen hadden. En te moe om dan nog normaal te kunnen converseren. Maar ja, dat is logisch, hè, papa, mama? Ik hoop dat ook weer terugkomt. Dus dat lekker om 7:30, hop, de kinderen weer lekker op bed liggen. En dan 's ochtends weer gaat de wekker bij ons om 7:30. Dat we aan het ontbijt zitten sowieso, 7:30. En 8:15 weer de deur uit gaan. En dan weer een lekkere trip mee hebben. En dat ze op school hun broodje eten. En het fruitje weer lekker eten. En de speelafspraakjes komen weer terug. De dansen, dansschool en zo gaat ook allemaal weer beginnen. En ja, weet je, dan hebben we gewoon weer het nieuwe schooljaar voor de boeg. Ja, terug to the basics. Ja, nou, dat was eventjes het introotje. Het korte verslagje van hoe wij het hebben ervaren als ouders zijn. Daniel die gaat nog even verder met de grasmaaier. En Lucius die doet nog even lekker zijn slaapje. En Woesel en Pip, ja, die zitten hier ook weer van, ja, dat is jullie vriendje Oscar hem niet meer, hè? Nee, maar dat vinden ze niet erg, want ze hebben elkaar. Nou, daar gaat papa weer met zijn maaier. Doei! Nou, dat is even tijd voor een mammetje. Maar Lucius die denkt, net wakker. We gaan oefenen stap met een mammetje maand. Nou, ik wil niet in een stoel zitten. Nou ja, hij heeft net ook geslapen. Nee, het is waar, jongen. Gaan we meteen even boodschapjes halen met z'n drieën naar het eten. Ja, die nieuwe groente en fruit, want het is meer dan nodig. Ja, ik heb een laatste mandarijntje. Eens smakelijk. Ja. Zo, nou, er heeft een doekje eroverheen gehaald. Maar wie is er naar buiten gekropen? Onze kleine man. En wat is die in het doen? Hé, was je met de klompjes in het spelen? Ik hoor allemaal klompengeluid. Kijk, dan gaat hij weer lopen. Nee, ga je weer even lopen? Ja, moet wel uitkijken bij deze trap natuurlijk. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hé, zie jij papa? Kijk, hij kan wel van deze trap. Maar, zeker gaat hij zelf zo. Hoppatee. Kijk eens. Kijk, ja. Ja, maar nou hebben we de volgende. Nu moet je weer op je billen, jongen. Nu moet je weer op je billen. En je hebt weer een trap. Op de billen. Ga maar op je billen zitten. Ja, goed zo. Op je billen. Goed zo. Ja, goed zo. Dat is makkelijker, hè? Zo gaat het makkelijker, jongen. Zo gaat het makkelijker. Ja, heel goed. Nou, deze. Ook op je billen zitten. Ja. 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 Goed zo. Ja, en dan weer op je billen zitten. Op je billen. Je moet nog één trapje, liefje. Op je billen. Ja. En zo er vanaf. Ja, hey. Goed zo. Dat heb je goed gedaan. Ja. Kijk, dit vond hij. Met je auto weer. Wacht even, dan moet je even deze kant in. Want hier kan je... Het beentje gaat dan naar boven. Even draaien, liefje. Kijk eens. Zo, en dan loop je er even omheen. Loop maar zo. Ja, dat snapt hij natuurlijk niet. Nou, mama jou erin zetten. Hoppatee. Zitten. Goed zo. Nou, zit je weer in je auto. Hé, wou je dat zo graag? Liep je daarom naar buiten? Ja jongens, het weer is ook meteen omgeslagen als jullie zien. Het is bewolkt. Er liggen zelfs al blaadjes op het gras. En we hebben alle tuinspullen opgeruimd omdat het natuurlijk heeft geregend. Dus dat ligt allemaal... hier binnen. Het is wel frappant dat net nu de zomervakantie is afgelopen, het weer ook meteen het knopje weer omstaat. Maar in principe helemaal niet erg hoor. Het is wel gewoon lekker. Even wat frisser, nu het weer wat frisser is buiten. Het is nog steeds lekker buiten hoor, maar het is geen 30 graden meer in ieder geval. In ieder geval, wat we nu gaan doen. Deze jonge man heeft lekker geslapen. De koelkast die gaan we weer even vullen vandaag. Aangezien we gisteren terug zijn geweest van...
weekendje weg. Dus de koelkast die wil ik even lekker vers fruit en vers groenten. En weer even eten voor van de week. Weer even. Het was heel erg lekker dat oma natuurlijk heel veel heeft gekookt in de vakantie. Het was echt super lief van haar. En dat vinden de kinderen ook altijd leuk. Dat ze ook oma mogen helpen in de keuken. En altijd het prakje van oma ook weer lekker goed opeten. Maar nu ga ik zelf natuurlijk ook weer gewoon lekker koken. Dus we gaan nu eventjes boodschappen doen voor deze week. En daarna, ik denk dat we eerst nog even naar huis gaan dan. Kan ik de boodschappen nog even uitpakken voordat de kinderen thuis komen. En daarna gaan we weer de kinderen ophalen van school met de fiets. Dus dat, maar goed, eerst even boodschappen doen. Hey, jongen, ga je mee? Ja. Ja, ga je mee boodschappen doen? Ah, die oogjes. Hij denkt, nee, ik wil in mijn auto spelen. Wil je in de auto spelen, jongen? Kom, we gaan boodschappjes doen. Ga je mee? Ga maar dag, auto. 1, 2. Oh, doe. Met mama. Of de buurtsuper? Nee, de buurtsuper. Nou jongens, we zitten weer in onze blauwe bussie. Gaan we even de boodschappen halen. Ja, ik zoek ons. Lucius zit achterin. Met een stengeltje, jongen. Ja. Lekker? Lala? Ja. Nou, we hebben nog cd'tjes in onze auto, jongens. Wie heeft dat ook nog? Moet je kijken hoe dat knuffel cd'tje eruit ziet. Dit is een Michael Bublé. Dat is onze muziek van onze romans. Het van Spotify rippen. Rippen? Wie deed dat nog vroeger? Laat even weten. Rippen. Alleen de cd's van jij zegt van Spotify rippen. Nee. Dat kan niet. Dat ging van de bibliotheek cd's lenen. Bibliotheek. Die ging je downloaden op deden wij. Dat deden wij. Ja, maar we hadden geen... Weet je wat die cd's kosten in de winkel? Geen geld voor nieuwe cd's. Maar tegenwoordig is dat Spotify. Maar jongens, wij hebben nog steeds cd'tjes in de auto en een cd-spelertje. In de mama-bussie draaien we nog... In deze bus draaien we nog cd-spelers. In de bus van Daniel doen we wel via Spotify. Maar ik ben bang dat je cd'tje bekrast is. Kijk. Cd'tje, ja, dat heb je niet met Spotify. Dat kun je niet bekrassen. Dat heb je wel met cd'tjes. Oh, die heeft het na 12 jaar begrepen. Nou, rippen naar het cd'tje. Dat gaat varen, maar zingen we op de wolfkamer. Zo. Oh. Nou, busje geparkeerd. Ja. Winkelmagentje mee. Met de boodschappentasjes. En op naar de groente en de fruit. Ja, eigen huisdeur. Ja, is jij huis vandaag of niet? Ja. Mama bus is zo erg mij. Snel busjes. Op naar de buurtsup. Dat is de jongste belling. Ja. Nou, ja, hoor, windje. Ja. In de achteruit. Nou, ik ben papa van jou. Ja, hoor. Boras. Nou, de groente en fruit, dat weet ik. Nou, zo. En we hebben dus geluk, want de druiven zijn in de aanbieding. En ook de bananen. Bananen, man? Nou, alle kleuren. Liep ze niet? Nee, liep niet. Alle kleuren mee van de regen, man. Ja, dat vind ik fruit. Fruit is favoriet. En Luxie trouwens ook, en nu al zo. Ik heb al van heel veel fruit, hè. Maar ik zou het nog goed kunnen of fruit is. Uit? Ja, echt goed. Dan, dat we geforceerd andijven erin moeten staan. Precies. Dat. Wat vindt dan? Of spruitjes? Spruitjes. Ja. Ze maken gewoon een... Kerst. Gewoon hier proberen. Hè? Proberen. Nou, de keuze is roos. En wat? Ja, ik weet niet. Papa met mij. Dat zijn jouw aardbeien. Dat zijn hier wat voor de thuis. Oh, dat zit. Ja, dan kan hij al best in de leugen eten. Dan heb je geen aardbeienvlek in het t-shirt. Als hij in zijn blote buikjes zit, dan heeft hij niet al die. Ja, gewoon zijn blote buikjes. Dan heb je die aardbeienvlekken niet in je witte truitje zitten, jongens. Dan krijgt papa dat bijna niet uit. Ik wel weer een slakje witte video. Oh, jongen, heb je de beschuitjes vallen? Nee, laat je de beschuitjes vallen. Nou. Gratis prikkels, gratis koekjes, gratis vla. Oh, Lusjes, oh, die beschuitjes zijn niet meer heel, jongens. Maar ja, ik hou het maar. Oma is gehaktman. Oma is gehaktman. Wat is dit? Alles op de band, jongen. Ik heb weer nieuwe zegeltjes. We gaan nu sparen voor tupperwarebakjes. Ja, maar die had ik nou net op in mijn wagentje gedaan, maar die wil hebben. Kom bij de kassa. Ja, maar die kunt u sparen. Oh, ik heb ze net gekocht. Ik heb ze net gekocht. Nou, maar dat maakt niet uit. Voor de volgende ronde. De volgende ronde.
boodschapjes, bonnetje. Boodschappen, bonnetje, kassabon en zegels. Op naar huis. Hier zijn we weer thuis. Liesjes. En Liesje gaat papa zo meteen helpen met het busje parkeren. Eerst de boodschappen van mama naar binnen tillen. Want die zijn natuurlijk hier in de achterbak gestald. En wie, kijk eens wie er voor de ramen staat aan de hand. Wisselend. Ik vind Lucius heel leuk om te doen. Een busje parkeren. Ja, Lucius die houdt weg. Ze heeft de auto in één keer goed ingeparkeerd. En nu mama helpen uitpakken. En een lekker worstje. Nou, dat toppie. En dan is het bijna tijd om met ze al op de fiets de andere keer weer verzwommen te halen, toch? Nou, dan even de boodschappen uitpakken, Lusjes. Oh ja, uitpakken. Inpakken in de honger. Top. Nou, en op de fiets. Wie er weer naar Luan Lucella. En lukt ze erin. Nou, Lusjes. Vol gas, hè? Ja. Lusjes denkt, lekker wind door daar. Wat Bellingalaantje op, hè? Lusjes, wat is dat? Fijn. Hoor je dat? Daar hoort die belletjes. Ah, die haartjes, hè? Lekker. Heerlijk, toch? Ja. Ons wel een gelaantje. Zilla, wat zei je net? Oh ja, geen pang-pang meer. En hoe kan dat dan, denk je? Alle eikeldopjes heb ik allemaal aan de kant geblazen. Oh, mama. Niet bij de eikeldopjes alleen. Nou, we zijn weer bijna thuis. Zo, alles in aan. Wat zei je nou net? Eerst? Morgen is het koud, maar 's middags is het toch wel weer lekker warm. En wat heb jij gemaakt? Ik zie net kijken. Kijk dan, een mooie vlinder. Ja, die hebben we vroeger gezien. Die is mooi ingekleurd. Ja. Heerlijk thuis. Ik ga straks wel even extra lucht in de banden pompen, want volgens mij had man ook wel lucht nodig in die banden. Nee. En Lucius, kijk eens. En Lua was het ook leuk, jongen, in de klas. Ja, fijntje. Wat fijn dat jullie weer veilig bij ons zijn. Ik heb een lekkere fruitschaal gemaakt voor de kinderen. Kunnen we dat even lekker opsnoepelen? Hier op de bank. Lekker in het zonnetje. Dit is dus wat we dus net in de winkel hebben gekocht. Moet je eens proeven. Een gele persik, denk ik. Het smaakt eigenlijk gewoon een persik. Of bruin. Wat is het? Allemaal kleurtjes. Die. Dat gaan we lekker. Wel lekker, hè? Ik ga, wat is dit? Dat is een pruim. Die is ook wel lekker. Een gele pruim. Er zit wel verschil in. Er zit wel verschil. Ja, je proeft ook verschil, hè? Hé, maar jongens, vertel eens nou even. Hoe was het op school? Hoe was het in jullie nieuwe klas? In ieder geval niet de nieuwe klas, maar de nieuwe groep en de nieuwe juffrouw. Oh, een nieuw klasgenootje. Ja. Oh, jongen of een meisje? Wat denk je?
Geen idee, jongen. Nee, je moet schatten. Oh, jongen. Schatten. Jongen. Fout, meisje. Meisje. Oh. Ja. Leuk. Gezellig. Vond ze het een beetje leuk bij jullie in de klas? Ja. Ja? Kon je dat wel merken? Ja. En hoe was het bij Luxie? Ook. Heb je ook lekker gespeeld met de kindjes? Ja. Met je vriendinnetjes? Ja, schattig, hè? Ja, Lucius heeft jullie ook wel gemist, hoor. Het was opeens heel stil. Nou ja, hij heeft eigenlijk alleen maar slaapje gedaan en mee naar de boodschappen geweest. Nee, ook een heel grappig spelletje. Ja? Dat is de, ze noemen het de Chinese voetbal. Chinese voetbal, Dan moet je met z'n allen in een kring staan. Ja. Dat is heel leuk, een kring. En dan hebben we de onzichtbare bal. Die gooi ik bijvoorbeeld naar Lucilla. En dan staat er twee kinderen naast Lucilla. Yeah. En die moeten de goal spelen. Dus die moeten snel zo doen. En aan de andere kant snel zo doen. En wie te laat is of net de andere kant heeft. Of Lucilla net dit deed in plaats van dat ze de bonus pakken. Is Lucilla uit. En tot er geen kinderen meer zijn. Wat leuk. Deed het in de pauze dan? Ja. Leuk. Oké. Okay. Oh ja, en we hadden nog een spel. Daar konden we ons een beetje zelf mee leren kennen. En dan was een spel. Stonden we in de kring. Ja. Yeah. En dan ons de beurten mochten we zeggen van, ik denk dat ik de enige ben die mijn schoenen aan heeft, bijvoorbeeld. Ja. Nou, en kinderen die toevallig wel mijn schoenen toevallig aan hebben, moeten één stap naar voren. En dan kun je elkaar een beetje herkennen. Of ik denk dat ik de enige ben dat ik 10 konijnen heb. Nou, En wat zei jij dan? Ik zei, ik denk dat ik de enige ben die 2 zusjes heeft en 1 broertje. En waren er nog meer kinderen? Nee. Niemand deed een stap naar voren? Oh. Ja, er waren ook 4 kinderen, alleen niet 1 2 zusjes. Ja. Kijk uit, hè, dat je niet naar achter valt. Nee. Oké, en Lucilla, hoe was het bij jou, liefie? Ook heel leuk. En wat moest je allemaal doen in de klas? Veel gelezen en gerekend? We hebben gereken en gelezen. Oh, toch wel? Alleen maar gereken en gelezen. Oh. En we gingen buiten spelen. Toen ging ik vader en moedertje spelen. En de juffrouw was ook heel aardig. En, En Lucilla heeft een juffrouw die ook al een keer bij Luan juffrouw is geweest. Toen Luan in groep 4 zat. En die heeft Lucilla nu ook, dus dat was wel leuk. Dus dat dezelfde juf is als Luan ook al heeft gehad. Ja. Dus dat was wel grappig. Ja. En hoe was het om de vriendinnen weer te zien en de vrienden? Heel leuk. En wat zijn ze gegroeid? Nou, dan kijk naar mij en dan kijk naar mij. Jij krijgt nog wel je groeispurt, jongen. Ja, ik ben de kleinste van de klas. Ja, jij krijgt nog wel je groeispurt. Daar kan je niks aan doen. Ik ben ook de kleinste van de klas. Ja, ja, en Luxie is ook de kleinste van de klas. Had papa vroeger ook. Klopt, ja, daar kunnen we niet heel veel aan doen, jongens. Ik krijg ook vaak, we hebben nog best wel wat leuke, lieve kijkers voor jullie ook echt ontmoet. In waar we allemaal zijn geweest van de zomer. En echt heel veel reacties dat we altijd krijgen. Is, oh, wat zijn jullie in het echt klein. Die reactie krijgen we best wel vaak. Maar ja, jongens, ik kan er niks aan doen. Ik ben ook niet heel groot. Ik ben 1,60 in 62. Ja. Ik weet niet eens zoiets. We zijn gewoon... Ja, Daniel is in principe gemiddeld. Die is gewoon normaal. Je bent 1,80. Ja, mijn beuk is wat te dik nu, maar... Maar zijn lengte, 1,80 is Daniel. Ik vind jou best heel lang. Nou, ik ben wel heel klein, hoor. Als ik op het schoolplein sta, ben ik niet een van de grotere of zo, zeg maar. Mama, ik zeg even hoe groot iedereen is. Ik ben 1,35 meter. Lucilla is 1,20 meter. Mama is 1,60 meter. Papa is 1,80 meter. Lucius is 80 centimeter. En Luxie is 1 meter. Ja, dat klopt. Dan weet ik het even. Dat klopt. Maar ja, jongens, ik zeg altijd maar klein maar fijn, jongens. Ik heb dat nooit een heel probleem gevonden in mijn kindertijd. Weet je wat ik altijd leuk vond juist? Ik mocht altijd als eerste of vooraan staan. Of als er een foto werd gemaakt, mocht ik altijd voorstaan. Want dan zag je Farah niet. Weet je wel? Dus ik heb het eigenlijk nooit heel erg gevonden. Wat heb jij allemaal gedaan in de klas, Lucie? Nou, ik heb buiten gespeeld. Buiten gespeeld. En getekend. Getekend. En heb je nog in een poppenhoek gespeeld? Of in de bouwhoek? Of wat voor hoek heb je allemaal? Een leeshoek? De poppenhuis. Ja, poppenhuis. Nee, de keukentje dan bij de kraam. Ja, dat keukentje bij de kraam. Daar heb je gespeeld.
Maar dan... En dan wordt hij inwis. En dan ben je gewoon naast de kasten. Okay. Oh, die moest wisselen? Ja. Ah, die had gewisseld van plek, want je hebt wel hetzelfde klaslokaal ook, hè? En dezelfde juffrouw. Ja. Dus voor Luxie was er niet heel veel verschil. Alleen jouw klas is, zat een hele grote klas en die is nu door midden gegaan. En dan heb je juf omgehaald. Ja, oh ja, dan had je alle spulletjes... Dan keukentjes stond daar. Ja, het keukentje stond op een andere plek dan dat je vorige keer stond, hè? Maar juf... Alleen maar juffrouw alleen maar hallo gezegd? Oh. Maar heeft juffrouw geen liedjes meer gezongen? Nee. Of spelletjes gespeeld? Ik ging het in mijn zandbak spelen. In de zandbak. Oh, vandaar die voetjes. Vandaar die voetjes. Dit zijn teentjes. En jij, heb je ook in de zandbak gespeeld? Wat doe je dat niet meer? Is niet zo gaaf. Lucilla die zat van het klimrek, hè? En Lucilla zei van, oh mam, iedereen vroeg in mijn klas waar ze dit... kittekje had gekocht. Maar wat zei je toen? Ik heb het zelf gemaakt. Je hebt ze zelf gemaakt? Wow. Heb je wel heel mooi gemaakt, liefie. Creatief, hoor. Dus het was leuk op school, hè? Was een geslaagde eerste schooldag. Hm? Trots op jullie, hoor. Kijk hem lopen dan. Kijk hem lopen met de pop. Mama, ik ga drinken. Toen ging Liesjes aan mijn beker trekken. En toen wilde hij ook drinken. Wou die ook? Ah. Kijk dan, hij heeft jullie gemist, hoor. Hij wil met jullie spelen. Ja. Ja, dat Luxie. Goed, hoor. Hey, jullie spelen altijd moedertjes. Dan is Luxie's nu het vader. Ja, Luxie's die vindt dat ook leuk, hoor. Ja. Ja hoor. Terwijl we nog even lekker gaan chillen hier in het zonnetje en onze fruit gaan nog even lekker gaan opeten. Gaan de kinderen zo meteen ook weer omkleden. Want ook de dansles en alles begint weer gewoon bij de dansschool. Dus Luan en Lucilla hebben hiphop lessen. Gaan we ze straks weer naartoe brengen. En dat brengt ons jongens weer bij het einde van deze vlog. Weer in het gewone ritme. Back to school. Hopen dat jullie ook allemaal weer een fijne tijd hebben gehad op school. We wensen ook iedereen een heel fijn nieuw schooljaar toe. Dat je heel veel plezier mag hebben en heel gezellig mag zijn. Maar ook natuurlijk veel mag leren weer. Maar voor nu zeggen we jongens, vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot morgen. Doei.